Jurgen Dirks en Marciano Fink maken vanavond hun competitiedebuut voor PSV. Arthur Numan, die dinsdag in Leverkusen door een Europese schorsing ontbrak, speelt in plaats van de Belg van Mol. En voor Numan wordt het zijn 200ste wedstrijd als prof. Aten Mos bracht deze opstelling op het bord. En daaruit valt af te leiden dat PSV na de 5 treffers van Leverkusen vanavond geen enkel risico wil nemen. En daarom ook Numan achterin houdt. Dordrecht 90 speelt met de vertrouwde namen. Voor de oudstrijders Valken en Van Tichelen is het een wedstrijd met een apart tientje. Valken vertoonde in Eindhoven 7 jaar zijn kunsten en Van Tichelen bracht hier 3 jaar van zijn voetballeven door. Nico van Zogchel maakt van zijn hart geen moordkuil. Dordrecht speculeert in Eindhoven op een punt. En wie had gehoopt op een directe confrontatie tussen de 17-jarige Braziliaanse parel Ronaldo en de 20 jaar oudere Van Tichelen komt bedrogen uit. Want Van Tichelen speelt vanavond in een vrije rol achter zijn verdediging. Admo Di Corro is de man die de bewaking van Ronaldo op zich neemt. Van Wattem. Loopt zich vast. Ingreep van Adrie van Tichelen, de oude rot. Die graag het Eindhovens publiek en de clubleiding hier wil laten zien waar hij op zijn leeftijd nog toe in staat is. Woude heeft de bal teruggelegd op Breuker. Weer Woude. Woude, knappe doorbraak. En een goed schot van Woude die verrassend de korte hoek opzocht. Maar Menzo steekt daar nog net zijn maatje 44 tegen. Nielis, nadat Fink de bal miste. En Nielis die bal eigenlijk liever niet had gehad. Nu kwam het hem beter uit. Paplat. Komt niet voorbij zijn man. Rook. Oudspeler van de amateurs van Feyenoord. Woude. De versnelling. Even inhouden en dan de versnelling. En daar heeft Wouters geen antwoord op. En Wouden mist het doel op een haar. Tweede heel goede moment van die kleine, maar zeer snelle en gediekste spits van Dordrecht. Voorzet van Paplas. Ronaldo. Geen kans om te schieten. Ronaldo zag een overtreding. Ik zag hem niet, Van Dijk ook niet. Het zou Hens geweest zijn volgens de Braziliaan. Het leek me niet. Ronaldo. Die maar niet aangespeeld wordt. In de diepte van het veld en daarom op zoek gaat zelf naar de bal. En op zijn beurt dan probeerde Nielis aan te spelen. Ronaldo. Vrijlopen is toch vaak een kwestie van een metertje. Ronaldo begrijpt dat als geen ander. Als de rest dan stilstaat en niet meedoet, schiet PSV natuurlijk een steek op. Van Tichelen. Romayon. Wouters. Paalplaats vertrekt aan de rechterkant. Wouters ziet het. En de bal was goed. Gal is daar op het verkeerde been. En Nielis mist het doel. Zodanig zelfs dat de bal niet eens over de achterlijn hobbelt. De opening van Wouters op Paalplaats bevat zoveel raffinement dat Gal het spoor bijster is. En daar zijn doel uitkomt. Maar de bal mist. Maar het loopt voor de Deense keeper van Dordrecht al met al goed af. Alle 11 de Dordtenaren ver teruggetrokken op de eigen helft. Wouters. Fink moet scoren. Wouter werd niet gefloot. Fink had zelf misschien verwacht dat de scheidsrechter hem terug zou fluiten. Maar dat gebeurde niet. En toen was Fink vervolgens niet slagvaardig genoeg. Fink breekt met zijn paas die verdediging van Dordrecht even aan het twijfelen. Gal was uit zijn doel. En Linskens probeerde de bal over de keeper te stiften, maar slaagde niet in die missie. De hulpeloosheid van PSV is tekenend. Dordrecht moet zich dus kip lekker voelen in deze wedstrijd, waarin het een tactiek toepast van de verschroeide aarde, maar af en toe uit de schulp kruipt om wat speldenprikjes uit te delen. Valken.
werd fysiek overdonderd door Nielis. Vink troeft vervolgens Van Wattem af. En zo demonstreert PSV tenminste wat vinnigheid in de duels. Wat meteen leidt tot een gevaarlijke aanval. Kopbal van Ronaldo. Hier wat verloren bij loopt voorlopig. Admo Nicoro. Roel Liefden. Newman neemt over. Hoekstra. Ronaldo, Hoekstra. Oh, Robbenmond die laat de bal liggen. En dan is dat plezierig voor Peter Hoekstra. En ik geef wel Robbenmond de schuld. Het was natuurlijk Rook die de bal teruggaf aan Peter Hoekstra. En zo ongewild deelnam aan de PSV-combinatie. Die na 36 minuten leidt tot een gelukstreffer. Maar één waar PSV toch zeer tevreden mee zal zijn. Want de deur van Dordrecht leek hermetisch op slot. En plotseling ging hij op een kiertje. 1-0 door Hoekstra. Paalplaats. Goeie bal. Vink. Goed op de been gebleven door Marciano Vink. Linskens, paalplaats. Misverstandje weer in die verdediging van Dordrecht. Wat nu zonder schade blijft. Maar wat niet is, kan komen. Daar is Vink, daar is 2-0. Het is Newman die de bal aan de linkerkant oppikt. En tot een voorzet komt. En dan is het Vink die heel hoog opspringt. En heel fraai met het hoofd naar de bal slaat. En voor Gal is er dan geen houden aan. Een hele mooie treffer van Marciano Vink. Zijn eerste in het shirt van PSV. Wouden. Romayon. Vink. Ronaldo. Eindelijk een keer verlost van Admo Nicoro. En dan die grote passen, dat sterke lichaam. Het is toch indrukwekkend zoals de 17-jarige die amper op een brommer mag rijden, zich zo loswerkt van de Dordtse verdedigers. Nielis sjouwt erachteraan. Het veld is zwaar en elke voetstap laat een spoor na. Dat is goed te zien. Goed gedaan van Nielis. Hier is Wouters, die de bal kreeg van Paalplaats. Ronaldo. Het is toch een lust om naar te kijken. Van Tichelen. Dirks. Goeie bal van Dirks. Die begreep wat Hoekstra van plan was. Hoekstra loopt zich dan toch vast. Of wie anders dan Van Tichelen. Die een goede partij speelt. Paas van Wouters. Paalplaats. Dat is een goed balletje van Paalplaats. Wouters. Wouters, 3-0. Ja. 17 minuten na de rust bezwijkt Dordrecht voor de derde keer. Wouters zelf zet de aanval op. Betrekt daarin Paalplaats. Die geeft de bal keurig terug. De aandacht is dan gevestigd op Ronaldo. En Wouters is slim genoeg om dan zelf maar de weg naar het doel te vinden. Wouters. Dirks. Romayon. De bal kreeg een rondleiding door de verdediging van PSV. En nu mag Dordrecht de bal als gids hanteren. Maar de plannen van Dordrecht waren meer gericht op het voorkomen van treffers dan het maken ervan. En dat stel je in een wedstrijd niet zomaar bij. Met andere woorden, Dordrecht heeft zich al lang neergelegd bij de nederlaag. Het hangt van PSV af. Welke cijfers er op het bord zullen komen uiteindelijk. Ronaldo is nog ambitieus.
Aan scoren zal hij vanavond niet toekomen, de 17-jarige Braziliaan, want hij gaat naar de kant. Meijer komt erin, ook Van Mol komt erin, dus moet er nog eentje extra uit en dat is Linskens. Hoekstra overgekomen van de linkerflank. En nu dus op zoek naar zijn linkerbeen. Dat zit naast zijn rechter waarschijnlijk. Aan de linkerkant ervan. Maar je moet er maar op het moment suprem opkomen. Fink. Meijer 4-0. Lekker een vlotte goal. Goed werk van Fink. Meijer op de juiste plaats, want hij is toch vooral een man met neus voor het doel. Dat weten we uit de tijd dat hij ze voor MVV maakte. Is geen linksback. Hier kiest hij goed positie als Fink hem wil aanspelen. En zo is dat prettig voor Meijer, die afgelopen dinsdag slecht zal hebben geslapen. Louden, voorbij Plomayon. Dirks verlengt de bal, dat is mooi meegenomen voor Koswal. En zo werd Menzo voor het eerst na de rust enige schrik aangejaagd. Dirks. Numan. Lekker voorgegeven. Gal, de keeper, duwt de bal weg. PSV won de eerste wedstrijd van Vitesse met 4-2. De tweede van Go Ahead met 4-1. En nu is het geworden 4-0 tegen Dordrecht. De 4 is dus heilig voorlopig bij PSV. Het publiek ging al vroeg huiswaarts. Voor Meijer was het prettig meegenomen dat hij zich kon revancheren na zijn vervelende wedstrijd van afgelopen dinsdag.